staan nog steeds voor. Ja! Ik wil... Nee! Oh, dit is best wel spannend. Dit is super spannend. YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rick Hachu en vandaag gaan we even wat anders doen. We gaan namelijk een app spelen en dat is Super Mario Run. Die is vandaag uitgekomen in de iStore, in de Apple Store. Niet, volgens mij nog niet in de Android Store, tenminste ik hoor mensen dat die er nog niet is. En ja, we gaan gewoon eens even kijken wat het is. Lieve Mario, heb je zin in een feestje bij mij in het kasteel? Ik heb speciaal taart gebakken, tot zo, Peach. En als de taart aanwezig is, dan ga ik natuurlijk gelijk daar naartoe, want ik hou van taart. Slagroomtaart vind ik wel lekker. Appeltaart vind ik ook wel lekker, maar met slagroom. Dus eigenlijk, volgens mij hou ik gewoon van monchoutaart, jongen, monchoutaart. In ieder geval, volgens mij heeft Bowser ook wel zin in een stukje taart. Wauw, ik ga vast een stukje taart halen en ik neem Peach gelijk mee. Nou, dat gaat mooi niet door, hè? Dat gaat mooi niet door. Niet als het aan mij ligt. En Super Mario is een game waarin dus inderdaad, je ziet het al, Mario vanzelf rent en door op het scherm te drukken, springen wij. Oké, we hebben nu alvast wat muntjes gepakt. Ook springt hij vanzelf over kleine obstakels. Oké, hier hoeven wij dus niks aan te doen. Zo, hoppakee. Yep, nee, we hoeven nog steeds niks te doen. We hoeven nog steeds niks te doen. En nu... Hey, je had wel even mogen vertellen dat ik nu wel wat had moeten doen, hè? Als je een foutje maakt, kom je in een luchtbel terecht en moet je een stukje terug. Oké. Kijk, het is natuurlijk... Tik op het scherm als Mario stopt met draaien om hem te bevrijden. Oké, tik, hop. En ja, kijk, we moeten dus springen door op het scherm te drukken. En dat werd ons net even niet verteld. Mario maakt vanzelf mini-sprongen over kleine vijanden. Maar kan ik ook... Ik wil op hem springen. Kan dat ook? Hop, bam! Bam! Lekker hoor. Je laat Mario springen door het scherm aan te raken. Hoe langer je het aanraakt, hoe hoger Mario komt. Oh, dat is ook wel even goed om te weten. Dus we kunnen ook heel... Ah, kijk, zo springen we dus hoog. Zo springen we laag. Nu moeten we hoge sprong. Yeah, oké. Kunnen we een item pakken? Nee. Ja, we hebben een item, hoop ik. Yeah, awesome. Oké, cool. Yep, oké. We hadden bijna alle muntjes, net niet allemaal. Spring terwijl je een mini sprong over een vijand doet voor een coole move. Oké. Kom op. Oh, shit. Bam. Bam, lekker hoor. Bam. Hoppakee. Dag. Oké, we gaan hier omhoog. En we gaan nog een keer omhoog. Oh, nog een paddenstoel. Nou, daar hebben we nu niks aan. Kijk, dit kan ook. Dit is awesome, jongen. Hoppakee. Wall grind, alles. Ah, shit. We missen net het roze muntje. Dat is jammer. We missen het roze muntje. Maar het is best een leuk spelletje. En ik moet zeggen, die graphics zien er echt goed uit voor een mobile game. Vind ik dan. Oké, bezig met downloaden. Wist je dat Super Mario Run prima met één hand kan spelen? Hoe langer je het scherm aanraakt, hoe hoger Mario springt. Ja, dat weten we. Maar in ieder geval, de graphics, ja, die zien er best wel tof uit hoor. Ik vind het valt absoluut niet tegen. Voor een mobile game ziet dit er gewoon heel erg goed uit. En, oké, wat is dit? Wat is deze? Wat is Bowser aan het sjouwen, jongens? Wat moeten we doen? Ah, oké, Bowser, lekker bezig, jongen. Bowser is weer lekker aan het terroriseren, maar... Ja, zoals meestal zal hij best wel gaan verliezen. Oké, Toad. Gaan we ook met Toad spelen? Dat zou best wel awesome zijn. Oh nee, Bowser heeft Princess Peach ontvoerd. Hij heeft het kasteel in puin achtergelaten en alle Toads zijn gevlucht. Wat doen we nu? Oké. In ieder geval, oké. We moeten hier door de buis heen zo te zien. Reis. En dan. Oh, dit zijn alle werelden die we kunnen spelen zo te zien. Peach zit gevangen in Bowser's kasteel. Snel Mario, je moet haar redden. Gaan we doen, joh. Gaan we doen. Oké, moeten we deze wereld dan weer doen? Of is dit de wereld die we net hebben gedaan? Nee, deze gaan we spelen. Je kunt je score vergelijken met... Oké. Je kunt score vergelijken met die van je vrienden. Cool. Bam, bam. Hop, lekker. We zijn gelijk groot. Hier hoeven we niks te doen, heb ik net geleerd. Yep. Oké, en ingedrukt houden. Bam. Oké, hier moeten we opspringen. Yes. En nog een muntje. En op, op, op. Oh, jammer. Oké, ik weet niet wat dat was, maar... Ah, klim, klim. Klim, kunnen we ook naar beneden gelijk? Kunnen we trouwens af of zo? Want volgens mij springt hij overal gewoon zelf over. Wat is dit? Oh, hier staan we op pauze of zo? Oké, cool. Yes, oké. Hier hoeven we niks te doen, hier hoeven we niks te doen. Hier gaan we springen. Maar dit is... Wat is dit? Nou, ik zou niet weten wat het eigenlijk precies is. Maakt niet uit. We springen gewoon lekker door. En we springen hier bovenop. 2, 3. Bam, lekker hoor. En we hebben alle roze muntjes. We gaan straks even kijken wat het inhoudt als je alle roze muntjes hebt. En, ah nee, net niet hoog genoeg. In ieder geval, we hebben een level uitgespeeld met 5 roze muntjes, jongens. Level voltooid. Yeah, woehoe, awesome. Wat krijgen we?
Met die muntjes. Oh, het zijn gewoon bonusmuntjes of zo, denk ik. Krijgen een kroontje. Oké. Okay. Nou, het zal wel. Volgens mij zijn bonusmuntjes of zo. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Je hebt een aantal race tickets gewonnen. Wat zijn race tickets, jongens? Wat zijn race tickets? Oké, okay, we kunnen terug hier naartoe. En dan. Oh, hier heb ik een paar tickets voor je om mee te doen aan Toad Races. Als je Toad Races wint, komen er Toads terug naar jouw koninkrijk. Oké, okay, cool. Dat willen we. En hoe gaan we dat dan doen? Oh, hier. Race. Yes, het rode buisje. Kies een tegenstander. Welkom bij Toad Race. Ik ben Toadette en ik ben hier de scheidsrechter. Oké, okay, in Toad Race neem je tegen een andere speler op om te zien wie de coolere moves in huis heeft. Kies maar een tegenstander. Wil je een race ticket inwisselen? Ja, we gaan lekker een Toad Race doen, jongens. Een Toad Race. We kunnen 100 dingen inleveren. Oh, maar dat hebben we allemaal nog niet. Of is dit voor 100? Oh, dan moeten we tegen Nintendo. Oké, okay, maar... Oké, okay, we gaan het gewoon proberen. Tegen Nintendo. Ik verwacht niet dat we dit gaan winnen hoor, jongens. Dat we zomaar van Nintendo gaan winnen. Na een Toad Race bepaal ik de winnaar op basis van het aantal verzamelde munten en het aantal toads dat jullie heeft aangemoedigd. Cool. Met sommige moves vul je de muntenjachtmeter. Als de meter vol is, is het tijd voor muntenjacht. Grijp zoveel munten als jij kunt. Hoe cooler je moves, hoe meer toads je zullen komen en aanmoedigen. Nou, awesome. Dus we moeten gewoon coole moves doen volgens mij. Oké, hoppakee, hop, hop, bam. Yeah, yeah, ik wil muntjes. Hop, ik wil muntjes. Ik wil deze sowieso. Bam, ah jammer, ik wou zo springen. Woehoe, woehoe. Oh, daar krijgen we muntjes voor. Als we een rondje draaien, cool. Hop, hop. En, yeah, oh shit, die was nice. Yeah, oh nee, dat was minder. Dat was niet goed, jongens, dat was zeker niet goed. Ik wil naar boven. Oh, 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 we gaan de verkeerde kant op. Zijn we aan het winnen? Oh, 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 dat is... Oh, man! Wat gebeurt er? Muntenjacht, wat gebeurt er? Oké, okay, maar... Ik kan niet meer zien wat er gebeurt, jongens. Mijn scherm gaat door de midden. Is dit sowieso een bug of zo, denk ik? Want ik weet echt totaal niet wat er gebeurde. Dat was echt heel vreemd. Maar volgens mij gaan we wel lekker, hoor. Oké, okay. Oh. Oké, okay, muntenjacht is voorbij. Ik wil weer zo'n muntenjacht. Ik wil weer zo'n muntenjacht. Dat was awesome. Mijn scherm tripte helemaal, maar dat maakt niet uit. We gaan naar boven. En hoppakee, hoppakee, hoppakee. Yeah, muntjes, muntjes, muntjes. Ik wil... Ah nee, wat doe ik? Ik mis gewoon... Ja, yeah, die was wel goed. Ik hoop dat we gewonnen hebben, jongens. Ik weet het niet. Ik hoop het. Oh, dat was... we hadden bijna een ster te pakken. En we zijn klaar. Ik weet niet of dit goed of slecht ging. Dat was het. En zien hoe jullie het hebben gedaan. Daarbij kijken ze zowel naar het aantal munten als het aantal toads op wie jullie indruk hebben weten te maken. Uitslag. Heeft Rikachu gewonnen? Of heeft Nintendo gewonnen? Heeft Rikachu gewonnen? Of Nintendo? We staan voor, we staan voor, we staan nog steeds voor. We staan nog steeds voor. Ja! Ik wil... Nee. Oh, dit is best wel spannend. Dit is super spannend. Maar we hebben gewonnen. We hebben gewoon van Nintendo gewonnen, jongen. We zijn gewoon Nintendo nu al de baas. Hoppakee. 187 tegen 129. Die voor jou, Nintendo. Hoppakee, Rikachu wins. Uitstekend, de aanwezige toads hebben besloten om naar je koninkrijk te verhuizen. Yay, dan hebben we best wel veel toads erbij volgens mij. Kijk hoeveel. Oké, okay, 19. 19 toads erbij. En we hebben 14 Goomba's verslagen en geen Koopa Troopa's verslagen. Oké, okay, we gaan terug naar het koninkrijk. En dan gaan we eens even zien of alle toads gewoon lekker in binnen getrokken zijn bij ons hoor. Oh, oh, vuurwerk, vuurwerk, oud en nieuw jongens, oud en nieuw, oud en nieuw. Er zijn zoveel toads naar je koninkrijk gewoon omdat het niveau van je kasteel was gestegen. Woehoe, ka-ching, yeah, awesome, niveau 2. Je hebt dit aantal toads teruggebracht, perfect. Als er nog meer toads komen is je rijk in een mum van tijd weer opgebouwd. Yay, oké, okay, maar ik zie echt serieus maar één toad hier. Of zijn er nog meer? Oké, okay. We kunnen iets bouwen. Oh, awesome. In mijn koninkrijk kun je allerlei bouwwerken plaatsen en verplaatsen. Ga om te beginnen maar eens naar de winkel. Oké, okay. Winkel. We gaan naar de winkel. Met de munten die je hebt verzameld kun je hier van alles krijgen. Neem als eerste het minigame huisje. Oké, okay, waar staat die? Bij de sterretjes? Yeah, yeah. Oh, die is gratis. Thanks, man. Geheimzinnig huisje raakt het aan om eens in de 8 uur een minigame te spelen. Ja, ik wil het plaatsen. Waar gaan we het plaatsen? Waar gaan we het plaatsen, jongens? Nou, we gaan het gewoon onderin plaatsen. Rechts onderin. En dan hebben we ons eigen minigame huisje. Woehoe! Wanneer je een gebouw aanraakt, gebeurt er iets. Raak nu maar eens een minigame huisje aan. Als je in de tempel toads blijft verzamelen, is je koninkrijk binnen de kortste keren zo goed als nieuw. Oké, okay, awesome. Wil je een minigame spelen? Tuurlijk wil ik een minigame spelen. We willen het nou daarvoor bouwen. Dat is een huisje toch? Oké, okay, wat is dit? Gaan we naar boven? Ja, we gaan naar boven. Yep.
Duimpje omhoog, jongens. Duimpje omhoog als je ook vindt dat ik naar boven moet. En duimpje omhoog als je vindt dat ik naar beneden moet, natuurlijk ook. Oké, wat is dit, jongens? Muntjes verzamelen. We gaan gewoon weer naar boven. Geen idee of het goed is. Ah, nee. Dit is de verkeerde keus. We hebben maar één muntje hier. Maar wel een schat. En de schat is... Nee, de schat is niks. We hebben niks gekregen. Ja, alleen een paar gierige muntjes. 37 muntjes, jongens. Dat is niet best. We kunnen dit dus maar één keer in de 8 uur spelen. Dus nu kunnen we dat helaas niet doen. Ik krijg een bericht. Een bericht van Nintendo. Ja, ik ga later mijn account koppelen. En oké, dit vind ik allemaal dik prima. We gaan dan gewoon nog even nog een leveltje proberen uit te spelen. Een leveltje met de piranha's. Dit level kunnen we niet spelen. Dit level kunnen we wel spelen. Dus deze gaan we spelen. Ik hoop trouwens dat jullie het ook tof vinden. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. De app is gratis in eerste instantie. Maar ik heb begrepen dat je 10 euro moet betalen als je alles onbeperkt wil spelen. Dus dat is eigenlijk minder. Maar goed, weet je. Als het echt tof is, dan is 10 euro ook wel oké. Maar de basis kan je dus gewoon lekker spelen zonder iets te betalen. Dus dat is helemaal goed. Ik ben nu ook gewoon de gratis versie aan het spelen. Dus alles wat je nu ziet, kan je als het goed is ook gewoon spelen. Oh, ik wil terug, jongens. Nou, helaas. Ik wil terug. Ik wil de andere kant op. Ja, dat kan dus niet. We kunnen niet de andere kant op. Maar anyway, dit is gratis. En dat is best wel awesome. En als je dus de volledige app wil, volgens mij 10 euro. Goed. Is misschien wel te doen. Aan de andere kant, als ik het spel binnen 2 uur heb uitgespeeld, is 10 euro wel weer heel veel geld. Dan slaat het er helemaal nergens op. Dus we gaan het wel even zien. Ik vind het leuk tot nu toe. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat zou awesome zijn. Zodat we lekker veel blauwe duimpjes omhoog krijgen. Dan weet ik dat jullie het ook tof vinden. En misschien ga ik het dan wel nog een keertje doen. We zijn in level 2 bezig. We hebben ons koninkrijk net een beetje hersteld. Want Bowser was lekker bezig. Oh, uitkijken voor de planten. Yes, oké, awesome. En we gaan naar beneden. Dan gaan we hier naartoe. Want ik wil eigenlijk deze muntjes nog pakken. Ja, dat kan niet. Want Mario wil altijd naar rechts lopen. Hij loopt dus automatisch naar rechts. Wat inhoudt dat we niet vaak naar links kunnen. Ik wil hier naar boven. Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet. Hop, bam. We kunnen wel zo naar boven. Ja, voor 3 muntjes. Oh. Bijna bovenin. Volgens mij als we 10 muntjes hadden, waren we helemaal bovenin. Maar je kan dus gewoon een double jump doen daar natuurlijk. Want dat had ik in het vorige level nog niet gedaan. Ik wil level 1,3 ook nog even uitspelen. Als je in één munt... Oh, nu weten we wat de roze muntjes doen. Als je 5 roze munten pakt, kun je een nieuwe uitdaging aangaan met een andere kleur munt en andere locaties. Oké, ik ben er nog niet helemaal uit wat het nou precies inhoudt. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. We gaan level 1,3 spelen. En daarna hebben we Bowser's Castle, als het goed is. Paratroopa Parada. Dat is een leuke naam. Paratroopa Parada. Oké, we zijn in de wolken. Hop. En... Oh, nee. Oh, wat? Ik faal nu al bijna. Wow. Oké. Ja, pak de muntje. Dit level is moeilijker. Want hier kan je opeens in allerlei gaten vallen. Yeah, lekker hoor. Lekker. Nice. Nice. Dikke combo's. Dikke combo's. Hoppakee. Oké, naar beneden. En weer naar boven. Oh, shit. We hadden beter, denk ik, onderlangs kunnen gaan, jongens. Want daar staat een goede... Een cirkel, een hoepel. Soms wil ik niet praten, want dan moet ik me even focussen. Oh shit, dat ging snel. Dan wil ik me dus even focussen. En dan kan ik even niet praten. We gaan helaas niet de 5 roze muntjes allemaal pakken in dit level. We hebben er al een paar gemist. Maar we gaan op zich wel goed hoor. Kijk, hoppakee, gaan we weer super snel. En nog een keer. En hier wil ik naar boven. En ik wil nog een keer naar boven. En... Yeah! We hebben dit level ook weer uitgespeeld met 2 roze muntjes helaas. We hebben niet alle roze muntjes. Maar we hebben wel het level voltooid. En ik ben benieuwd als we nu naar het kasteel gaan. Want daar is misschien Bowser. Is daar Bowser? We gaan het wel zien, jongens. Ik wil Bowser de S eventjes kicken. Oh, om de levels vanaf wereld 1.4 te kopen... spelen moet je ze eerst kopen. En we kunnen de wereld nog wel even uitproberen. 20 seconden uitproberen. Maar dat is dus, zover kom je dus met de demo. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Dus ja, je kan niet het volledige spel spelen. Helaas, dat is jammer. Met de demo kun je level 1, 2 en 3 spelen. Een stukje kingdom bouwen. Als jullie dat nou tof vinden om een kingdom op te bouwen. Laat het dan zeker even weten. Misschien ga ik dat dan gewoon vaker doen. En we mogen nu nog 5 seconden spelen. Oh, nice. Oké, 3, 2, 1 en we zijn af. Demo is voorbij. Nu moeten we gewoon 10 euro lappen. Ik ga denk ik wel betalen. Ik ga denk ik gewoon even 10 euro geven aan Nintendo. Want ik vind het eigenlijk best wel tof.
Als jullie het nou ook tof vinden, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En laat het weten in de comments, misschien ga ik het dan vaker spelen. Abonneer op mijn kanaal als je het dan nog niet gedaan hebt. Zou super tof zijn. En dan zie ik jullie later. Mazzel!